Dit is de Acer Aspire E5. Het is een zeer fraaie 15,6-inch laptop met een 7e generatie dual-core i5-processor en 8 GB werkgeheugen, wat maximaal is uit te breiden naar 16. En dat maakt hem heel geschikt voor de zwaardere applicaties en taken, foto- en videobewerking, multimedia, maar natuurlijk ook de dagelijkse dingen zoals office en internet. Als we eerst even naar het materiaal en het uiterlijk gaan kijken, zien we dat hij heel fraai is afgewerkt. Aan de bovenkant zien we een soort van metallic-achtig kunststof met een verticale groef erin en dat ziet er echt heel fraai uit. Onderkant zien we een mat zwart afgewerkt kunststof. We zien dat de batterij niet vervangbaar is, maar we zien wel een kleine quick access clip zodat je makkelijk je veelgebruikte hardware kan vervangen. Nou, hij is 2,16 cm dik en 2,2 kilo en dat maakt hem best wel compact en dat zorgt er ook voor dat hij heel geschikt is om mee te nemen op pad. Nou, aan de binnenkant zien we uiteraard een Full HD mat IPS scherm en dat zorgt ervoor dat hij echt hele mooie volle heldere kleuren kan weergeven en de juiste kleuren kan weergeven vanuit elke hoek. En daarnaast is het een mat scherm, dus dat zorgt ervoor dat hij heel weinig last heeft van bijvoorbeeld reflecties of zonlicht, zodat je altijd goed kan zien wat er op je scherm staat. Aan de bovenkant van het scherm vinden we een webcam. Toetsenbord heeft een numeriek gedeelte wat natuurlijk heel fijn is en een touchpad met een heel fraai afgewerkte rand. En dat zien we eigenlijk over de hele binnenkant, want die is echt premium en aan de binnenkant ook van metaal. Maar mocht je dat niet fijn vinden, kan je natuurlijk altijd een mensen muis of bedraden of een draadloze muis aansluiten. Nou, een draadloze connectiviteit heeft de wifi AC, snelste consumenten wifi op de markt op dit moment. Zit bluetooth op, een card reader, 4 USB poorten waarvan 1 USB-C poort, een HDMI poort zodat je een extra monitor kan aansluiten of hem kan aansluiten op de tv. Maar let op dat hij geen optische drive heeft, dus mocht je cd's of dvd's willen afspelen of branden, dan zul je er echt een externe brander bij moeten aanschaffen. Aan interne opslag heeft hij 256 GB aan SSD opslag. Zorgt ervoor dat hij echt heel snel opstart en afsluit en alle programma's veel sneller zal inladen. En aan grafische rekenkracht heeft hij de beschikking over een dedicated NVIDIA 940 MX. Waarmee je alle spelletjes van nu kan spelen, maar dan wel op de laagste instellingen. Al met al is het een zeer geschikte laptop om elke dag mee op pad te nemen om aan de serieuzere taken te werken. En zou je daar nou meer informatie over willen of zou je er misschien gelijk in willen aanschaffen, kijk dan eens op coolblue.nl of .be. En als je hem vanavond voor 12 uur bestelt, wordt hij morgen gratis bij je thuis bezorgd.